Morgen. Goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Oh, zit nou in. Oh, dit is anders, hè? TT Line. United Line. Nee, de boot staat die kant op. Daar dragen we de rolstok. Rolstok naar rechts. Hier. En dan zou ik... dit is een parkeerterrein. Daar staat het met TT Line. Ja. Ik denk dat we hier in moeten en dan TT Line campers. Ik heb geen idee. Gaan we werken, anders rijden we gewoon weg. Check-in, dan gaan we daar wel even heen. Zet hem achter die grote jongen. Die dat is de United Line, dus dat is niet de onze. Nee, kijken we daar in die. Dat is de Stena Line. En die grote hier. Nou, we gaan het zien. We zijn ingecheckt, dus dat is voor elkaar. En nou is het grote wachten. Dat is hem, de Huckleberry Finn. Daar gaan we mee varen. Dag Zweden, voor 2 maanden. Cruise ship Huckleberry Finn. Ze hadden hem wel hoog ontroesten, maar ik neem aan dat de delen onder water minder geroest zijn. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need to clear my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told ya, it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Find a new keeper. I like the way it's mysterious. I think I found my own way. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. All my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. We'll be right back.
state of mind. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. We zijn verkeerd gereden. De eerste meters van onze weg al gelijk. Maar ja, dan kom je de leukste dingen tegen. Kijk, de Ridder van Warmemunde. Is die gaaf? Een massief stuk hout. Het is geen kleine jongen. Kijk wat het is. First Boar Wim. Und die Rostocker Heide. Jaha. Oei, verlot. Dat is scheef. Heinrich Boar Wim, heer van Rostock. Geboren 1220, gestorven 1278. Hij is maar 58 jaar geworden, die arme ziel. Kijk, wat een boom, man. Nogal een werkje geweest. Met een kettingzaag hier. Kom maar. Gaaf ding. Nou. Oh, hij is hol gemaakt. Dat kan ook niet anders. Dan zou die barsten. Gaaf, man. Van Rostock. Mooi stukje hout. Nou, nu gaan we naar het zuiden zakken. Gisteren zijn we hier aangeland, Rostock. En daar gaan we heen. Pritzwalk. Pritzwalk. Ja, voilà. Vlak bij Berlin. Kijk, dat hebben we dus niet in Zweden. Van die gaststätte Pentron met een biergarten. Een beetje bier halen, en een beetje drinken, en wat eten, en wat salade. Dat is eerst het bier. Maar eerst bier, dat is belangrijk. Zeker in Duitsland. Crazy Daisy. Het is ons gelukt om een simkaartje te krijgen op een half Duits, half Zweedse registratie. Een zeer creatief boekhouder was dat van die Griet, maar het is gelukt. Zo, even een lekker bakje koffie drinken en gelijk even het filmpje uploaden. Ja, koffie is iets kleiner dan in Zweden. Broodje erbij. Meienburg wordt wakker. Dit is een historisch dorpje met een slot. Daar hebben we geen tijd voor gehad voor dat slot.
We wilden eigenlijk veel meer naar het zuiden rijden, want het is hier best nog wel koud. Maar we vonden een stickerwinkeltje. En die heeft voor ons Crazy Daisy stickers gedrukt. Die gaan we straks halen. Over een half uur. En dan rijden we door naar Leipzig, naar beneden. Eerst over kleine weggetjes voorbij Berlijn. En dan pakken we de 9, de grote weg naar beneden, naar Leipzig. En dan kijken we hoe het weer is. Voorlopig is het een waterig zonnetje, maar het is nog wel fris. En ik zal jullie mijn navigatietactiek laten zien. Dit is de nieuwe kaart die ik heb gekocht gisteren. Kostte een tientje, dat is niet duur. Maar die is gewoon 1 op 300.000. Dus dat zijn autowegen, zeg maar. Dus die is redelijk te volgen als je grotere wegen volgt. En onze hele oude, die is 20 jaar oud geloof ik, of nog ouder. Die hebben we ooit in Duitsland ook gekocht, maar die is 1 op 200.000. Dus die is wat gedetailleerder. En dan hebben we nog een oude kaart. Een hele oude kaart van mijn ouders, denk ik, geweest ooit. Een valkkaart. Die heeft een mooie overzichtskaart van Noordoost-Duitsland, waar we nu zitten. Dus hier heb ik de route op aangetekend. Zo. We zitten nu, even kijken, daar. Nacht 2, dus we hebben dit gereden. Hier slapen we, hier halen we onze stickers. Hier. En dan gaan we zo rijden naar beneden. Naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. En dan hopen we uit te komen bij Leipzig. Dat is hier. Dan gaan we verder naar beneden. En wat ik nou doe, uit deze, want die ligt helemaal uit elkaar, haal ik de kaarten die ik nodig heb voor de dag. Die knip ik uit. En dan heb ik precies de route in detail. Kan ik ook zien waar we kunnen stoppen, waar het een beetje groen is en zo. Dus dat is onze tactiek. Een printshop.